Je bent jong en je wilt wat. In de post-leernout- en housepie-periode lopen er in en rond Ieper wel meer whiskits rond die het beter, kleinschaliger, maar ook slimmer willen aanpakken. Zoals deze jonge dertiger Simon de Wulf. Hij is oprichter van Creax. Zijn bedrijf is gestoeld op een mengeling van creativiteit en innovatie. En dit ten dienste van vooral grote multinationals. Simon de Wulf, Creax, een creatief bedrijf. Jullie zijn met creativiteit bezig en blijkbaar ook een creatief gebouw. Jazeker, ja. Dat is een andere locatie. Dat was vroeger een weverij. Waar ze lint mikken. En dat hebben we omgebouwd, eigenlijk veranderd van functie naar creativiteit. Het stimuleren van creativiteit. Hoeveel mensen werken hier? Het hangt af. We werken vooral op verplaatsing. Maar als we allemaal thuis zijn, een 15-tal mensen. Deze groep van mensen in Ieper wordt nog gesteund door een 50-tal Indiërs die softwareprogramma's schrijven in Bangalore. Bedoeling van Creax is altijd en opnieuw om innovatieve oplossingen te bedenken voor bedrijven, uit welke sector dan ook. Want de oude Grieken wisten het al, alles is altijd in beweging. We zitten eigenlijk volledig in het veld van innovatie. Dus het kijken naar hoe gaan we met nieuwe ideeën, met meerwaarde, naar buiten komen naar onze klanten. We hebben daarvoor een hele methodiek, waaronder, ik zeg nu maar, neem nu bijvoorbeeld dit glas water. Als ik zou zeggen, ik heb een probleemstelling, ik moet water uit het glas halen en ik mag het glas niet aanraken. Een van de manieren zou zijn, we gaan brainstormen zoals de meeste bedrijven zullen doen. We nemen enkele experten in de ruimte en we gaan ideeën stormen tot we het beste waardevolle idee hebben. Wat wij gaan doen is een stapje in abstract gaan. Om te kunnen kijken hoeveel manieren zijn er in de wereld om zo'n probleem op te lossen. En wie naar oplossingen zoekt, moet breeddenkend zijn. In de voedingssector kan je methodes vinden om te gebruiken in de autosector. Enzovoort, enzovoort. Voor het Decathlon hebben wij heel wat studies gedaan rond waar staan ze met de producten ten opzichte van die evolutiewetten. En ja, het verschil of de meerwaarde die wij maken, een beetje het voordeel in de zin, de meeste bedrijven gaan kijken in hun sector. Dat zijn de in hun bedrijf zelf of in de competitie. Maar men zal nooit kijken in een heel ander veld. Een auto-industrie zal nooit kijken in de voedingsindustrie voor een probleemoplossing. Maar het is heel veel kans dat iemand daar in de voedingsindustrie heel hetzelfde probleem heeft opgelost. Dat is een eerste zaak. Het tweede is, door die abstracte manier van denken, gaan wij een soort van helikopterzicht hebben op al wat er bestaat van technologie. Dus in het geval van Decathlon werken wij op thermisch comfort. Maar dan misschien een heel andere applicatie, heel andere velden. Creax is sinds kort ook zijn ideeën gaan slijten op de onmiddellijke Franse markt. Decathlon, maar ook de groep Peugeot zwichten al voor de Vlaamse know-how. Frankrijk is anders. Ik zou zeggen, in een andere manier. Ook een hele andere openheid naar het starten. Men gaat iets langer denken voor men zal van start gaan. Waar in Nederland bijvoorbeeld, men zal onmiddellijk zeggen ja of nee. Een beetje onmiddellijk waar je staat. Inmiddels heeft Creax ook stagiairs uit Franse hogescholen aangetrokken om de Franse markten en het verwachtingspatroon nog beter te leren kennen. Zoals deze jonge Franse techneut Laurent Guillot, die zich verrast noemt door wat Creax te bieden heeft. In France, a priori, une boîte équivalente à Creax n'existe pas. Alors votre tâche exacte, qu'est-ce que vous allez faire dans les trois mois qui viennent? Alors dans les trois mois qui viennent, bon, je suis arrivé là, ça fait pas longtemps. Des tâches comme la traduction du logiciel et comme l'élaboration pour pouvoir faire le rapport que je dois rendre à l'école, l'élaboration d'un projet pour Decathlon. Op vrij korte termijn hoopt Creax nu een eigen filiaal op te richten in Frankrijk.